citrus in mijn desserts is helemaal mijn ding. Dus we gaan verder met onze citroencake. We gaan dat in een tulbandvorm doen, dat dat een mooie, luchtige cake is. Super fris. Dus we gaan nu beginnen met het beslag. We gaan hiervoor onze keukenrobot weer gebruiken. 2 gram bakpoeder. Ik ben totaal niet iemand die mega hard alles tot op de gram afweegt. Maar met bakpoeder en baking soda en gelatine moet je toch wel altijd een beetje zien dat dat wel een beetje klopt. Dan hebben we hier ons zout. Ons citroensap, dat mag er al bij. 1 eitje. Tien gram room. Dan hebben we onze suiker. En nu gaan we die al even goed laten draaien. Voilà, zo. Dat mag gewoon goed blijven draaien, dat dat mooi luchtig wordt. Dan hebben we hier onze 60 gram bloem. Geen zelfrijzende bloem. Dus we voegen bakpoeder toe. Dat gaat ervoor zorgen dat dat mooi rijst. Het is gewoon een mooie patisseriebloem. Voilà, die gaan we toevoegen. En dan hebben we hier nog als laatste onze boter. Ik werk ook altijd met gezouten boter, omdat het ervoor zorgt dat je balans tussen zoet en zout mooier gelijk is. Dan moet je niet altijd zelf nog een snuifje zout gaan toevoegen, maar dan zit dat gewoon altijd al in je boter. Voilà, zo. Dat ziet er top uit. Ik ga ondertussen mijn oven al voorverwarmen. Die heeft een goede voorverwarmstand. Dat duurt helemaal niet lang, dus dan kunnen we snel beginnen bakken. Oké, we gaan als laatste onze zesten erbij doen. En ik heb een goede tip voor jullie als je echt grote hoeveelheden moet zesten. Ik heb in mijn leven denk ik al ontelbare citroenen moeten doen. En ik deed dat dus altijd zo. Maar dat gaat niet vooruit. Je moet het eigenlijk omgekeerd doen. Dat is een beetje onnatuurlijk, maar je kunt het zo doen. En dan kun je heel mooi zien waar dat al zit. Dus als er tempo in moet zitten, dan moet het zo doen. Oké. Nog eens even goed roeren. En dan gaan we gewoon onze vorm inboteren, een beetje bloem erin doen, dat je cake zeker niet blijft plakken. Je kunt dat perfect met een kwast doen, maar ik doe dat eigenlijk altijd gewoon up, zo snel. Niet te veel afwas, dat gaat ook perfect. Dan een klein beetje bloem, zodat je beslag zelfs niet gaat plakken. Dus gewoon even mooi aantikken. Dan kunnen we ons beslag daar gewoon in doen en dan mag die al afgebakken worden. Vul die zeker niet tot aan de rand. Gewoon 3/4, want die gaan nog een stuk omhoog komen door onze bakpoeder. En nu is het belangrijk dat je gewoon even die nog wat tikt, dat dat er mooi gelijk in zit. En dan kan die in onze oven. Zo, onze cake staat in de oven. Die gaat er nu ongeveer 30 minuutjes in op 160 graden. En dan kunnen wij verder gaan met het volgende. Dus we hebben hier onze zure room, dan onze blauwe bessen en wat bloemsuiker. We gaan gewoon alles wat mengen, omdat dat onze topping wordt voor op onze cake. Dus we hebben hier 100 gram zure room genomen. En dan mag daar gewoon suiker bij tot wanneer je zegt dat je dat goed vindt. We gaan hier terug wat zesten van citroen bij doen om het extra fris te maken. En dan hebben we hier onze blauwe besjes. Je kunt kiezen, je kunt die er in kleine stukjes bij snijden en al bij de zure room doen. Maar ik ga dat een beetje fijner doen en ik ga dat met een spuitzak afwerken, die zure room, en deze er mooi tussen leggen. In 2 snijden, dat je zo wat een combinatie hebt van de 2. Die ga ik apart in een potje doen, voilà, en dan zijn we bijna klaar om af te werken. Zo, dan gaan we de zure room in de spuitzak doen. En dan gaan we die even in de frigo zetten om een klein beetje te laten opstijven. Dat is ook gemakkelijk als je zo'n spuitzakje vult. Je mag er altijd zo'n keer even mee schudden, dan is al de lucht eruit. Dan heb je een mooi strak zakje. Dan ga ik eens even checken of de cake klaar is. En dat kun je gemakkelijk door gewoon even met je mes in te prikken. En als je ziet dat er geen deeg aan je mes blijft hangen, dan is die helemaal klaar. Zo, juist oppassen, die is warm. En dan gaan we die zo even laten afkoelen in de frigo.
Oké, dan gaan we verder met onze gelei om nog over de cake te doen, dat dat nog zo'n extra blinkend randje geeft en een extra frisse touch. Dan hebben we 90 gram water, 70 gram suiker, 40 gram citroensap. En dan, om het mooi te laten blinken, doen we daar nog een lepelje van die confituur bij. Abrikozenconfituur. Dat gaat even op het vuur. We gaan dat even goed laten doorkoken. En dan gaan we dat zelfs over onze cake strooien. Voilà, die staan nu op een vrij hoog vuur. Want die mag echt wel een beetje indikken. Al die jus die mag wat verdampen, zodat dat een iets dikkere massa wordt. Ondertussen ga ik mijn cake al uithalen. Ik hoop dat die al afgekoeld gaat zijn. Voilà. Ik ga die op een mooi schoteltje zetten, want we gaan die zo afwerken. Oké, die is hier bijna ingedikt. Voilà. Dat moet natuurlijk niet echt een hele dikke massa worden of zo. Je gaat dat gewoon met je kwastje doen. Dus dat moet er zo wat mooi over gaan. En dat gaat ervoor zorgen dat je cake er zo net fancier uitziet. Dan gaan we bijna onze citroencake kunnen afwerken. En hiervoor ga ik de confituur nog even in een spuitzak doen. Dus dan hebben we onze zure room, onze blauwe besjes en onze confituur om het mooi af te werken. Voilà. Dus zorg altijd dat je een scherp mesje hebt of een schaar. En dan kun je altijd mooi je spuitzak openknippen. Voilà. Dan gaan we hier onze blauwe besjes wat tussen leggen. Dan ook onze gesneden blauwe besjes. Zo. Dan hebben we onze gepimpte zure room. Voilà. Dan kun je dat weer perfect afwerken met een beetje munt, een beetje basilicum of andere crèches dat je thuis hebt. Dan nog wat bloemetjes. Voilà, onze cake met het gouden randje.